probleem zit een beetje in dat vak daar. Ja. Ja, bent u met me eens, hè? Het probleem zit daar. Precies, precies. Ik vind het jammer dat het zo moet. Mag ik vragen? Weet u wie het liedje heeft geschreven? Even aan mijn moeder vragen. Bloem, die zijn hier speciaal voor u. Laat me vallen. Om kern naar binnen te halen heb ik even afstandsbediening nodig. Dan moet ik even, wat was het ook weer? Rode knop? Ja, volgens mij wel. Ik kan niet zien. Rood? Rood of blauw? Nou, ik doe rood. Ja? Daar komt kern. Het is tijd voor Zweedse les met meneer Björn Jensen. Björn Jensen. Jonsson, zeg ik goed. Hartelijk welkom in ons programma. U bent Zweed van geboorte. Ja. En onder andere voorzitter van de vereniging Zweden-Nederland, als ik het zo mag zeggen. Zweedsk-Nederlandse verenigingen, Herre Holland. Ja. Zweeds-Nederlandse vereniging, hier precies. In Nederland. Ja. Ja, precies. En daarom bent u natuurlijk bij uitstek de man die ons gezamenlijk Zweedse les kan geven. Ja. Mag ik u eens vragen, meneer Jensen, hoe zeg je bijvoorbeeld in Zweeds goedenavond? Nou, ik zou zeggen goafton. 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 Nou, dan zeg ik meneer Jensen, goafton. Goafton. En dames en heren thuis, goafton. En aan het publiek, en misschien kunt u mij antwoorden dan, goafton. Nou, dat klinkt heel aardig. Ja, in het kader van onze cursus denk ik dat we meteen met dit publiek door kunnen gaan naar een zinnetje. Ja. Denkt u niet? Ja. Laten we het zinnetje even binnenbrengen. Daar komt een zinnetje. Ik weet niet of u het weet hoor, u staat gewoon Engels te zingen op dit moment. Hé, meneer Jensen, ja. Daar lachen wij om. Ja, daar lachen wij om. Zou u deze Zweedse zin voor ons even kunnen oplezen, zodat wij weten hoe het moet klinken? Stilte graag in de zaal, daar gaan we. Vi vill allihopa gärna få ett glas mjöl på huvudet. Dames en heren, laten wij gezamenlijk even samen met meneer Jensen deze zin oplezen. Vooral u eigenlijk. Daar gaan we. Dat gaat zo niet. 3, 2, 1, ga mee met meneer Jensen. Wie Ali Hubba, Jenny, Fa, et, Las, Mie, Pa, Huvet. Schitterend. Fantastisch. Meneer Jensen, mag ik vragen, wat zijn ze eigenlijk precies? Ja, dat is, hoe zou ik dat zeggen? Dat is, wij willen allemaal graag een lading meel op ons hoofd.